In Nederland is nogal wat ophef over het Smallenberg-virus. En dat is toch wel een interessante ziekte, want het is een ziekte die natuurlijk in de dierenwereld voorkomt, bij mensen niet voorkomt. En waarom zouden we er dan toch nu over praten? In 2011 is in het dorpje Smallenberg in Duitsland het virus vastgesteld onder runderen. Die kregen koorts, diarree en verminderde melkproductie. En in januari 2012 werd hetzelfde virus in België, in Nederland en later ook in Engeland en Frankrijk aangetoond. Voor die tijd kenden we dat virus onder de runderen dus eigenlijk niet. Het is een virusziekte, veroorzaakt door een boenja-virus, daar komen we zo nog even op terug. En die blijkt inmiddels runderen, schapen en geiten te besmetten. Die ziekte is een voorbijgaande ziekte, maar het belangrijkste is dat de lammeren, de jonge geitjes en de kalveren misvormd ter wereld komen. Zeer sterk misvormd, vaak al dood als ze geboren worden of heel kort na de geboorte dood. En dat is natuurlijk een heel belangrijk punt en dat ziet er natuurlijk ook inderdaad als een grote bedreiging voor de veestapel in Europa uit. Toch is het zo dat het virus eigenlijk de dieren ziek maakt en de dieren zijn na besmetting immuun. En als ze dan weer nakomelingen krijgen, dan zijn die eigenlijk normaal. Dus op termijn verwacht je dan wel dat die ziekte uit zal sterven. Het is een virus wat overgebracht wordt door een knutje. Een knutje zijn ongeveer de kleinste vliegjes, die steekvliegjes die je in de zomer vaak in wolken voorbij ziet komen. En die ook het blauwtongvirus overbrengt bij schapen, waar eerder al eens over gesproken is. En het virus is zoals gezegd een boenja-virus. En een ziekte van dieren. Wat maakt dat nou uit voor mensen? Nou, boenja-virussen, die kennen we wel. We kennen bijvoorbeeld in Congo kennen we het boenja-virus, die daar een ernstig koortsend en bloederig ziektebeeld kan geven. We kennen het Lacrosse-virus, wat in de Verenigde Staten ziekte veroorzaakt. We kennen het Krim-Congo-virus, wat ook allerlei bloedende complicaties kan hebben. En in Oost-Afrika het Rift Valley-fever, wat ook bloederige ziektes kan geven. Dat zijn allemaal eigenlijk door ook insecten overgebrachte virussen. En dat heette dan ook arbovirussen van arthropod-borne. En arthropods zijn geleedpotige dieren. Dus alle beesten die we eigenlijk graag dood zouden willen slaan, zoals muggen, vliegen, teken en dat soort dingen, kunnen die ziektes overbrengen. En het is wel interessant, die ziektes zijn niet alleen de boenja-virussen, dus een groep virussen, maar ook allerlei andere virussen kunnen door insecten worden overgebracht. En die geven dan ook allerlei overlappende ziektebeelden. Het kan bijvoorbeeld geven koorts met gewrichtsklachten, koorts alleen. Het kan koorts met een hersenontsteking geven, encefalitis noemen we dat. En het kan ook koorts geven en bloedingen bij de mensen. En dan opeens komen er een heleboel ziektebeelden die we ook al wel eerder besproken hebben. Denk maar aan chikungunya, dat kromme mensenkoorts, dat in Oost-Afrika en later ook in Azië op grote schaal gezien wordt, honderdduizenden mensen ziek. Die geeft koorts, spierpijn, gewrichtspijn, maar soms ook hersenontsteking. Japanse encefalitis, een toch steeds vaker geziene infectie in Azië, kan een hersenontsteking geven. En de al genoemde Rift Valley fever kan, doordat het de bloeding en de stolling veroorzaakt, een bloedend ziektebeeld geven. En allemaal kennen we, en al zoveel langer, dengue die ook door muggen wordt overgebracht. Met koorts, uitslag en bloedingen. Je hoort dus eigenlijk dat er een aantal dingen voorkomen. Bij de ene, bij de ander de andere. En ze kunnen elkaar ook nadoen. En daarom worden ze eigenlijk in een grote groep die arbovirussen genoemd. Nou, de boenja-virussen, die zitten in een dergelijke groep. En dat is de reden waarom we dat ook wel kennen.